weten allemaal dat er sommige dingen zijn die je niet in de magnetron moet stoppen. Hier voor ons staan een paar van die sommige dingen die je niet in de magnetron moet stoppen. Bijvoorbeeld zeep. Een lamp. Schuurspons met vuurwerk erin. Een fles wijn. Sol, zullen wij een paar van die dingen die je niet in de magnetron moet stoppen... in de magnetron stoppen? Nice. Beste kijker, Sol en ik maken dit programma met heel veel liefde, plezier en vooral lol. Maar het volgende is even heel serieus. De beelden die jullie gaan zien kunnen als schokkend ervaren worden. Maar ze benadrukken heel erg waarom je de dingen die wij doen niet thuis moet doen. En waarom dit programma heet Don't Try This At Home. Welkom terug bij de magnetrontest. Over het algemeen is het echt heel zonde om een mooie fles wijn in de magnetron te doen. En daarom gaan wij een fles wijn in de magnetron doen. Past. Past. Net. Ik doe wel even wacht. Ho, ho, ho. Veiligheid, Sol. Veiligheid. Ja? Ja. Oké? Ja. Klaar? Ja. Oh, oh, oh. Als je nou denkt dat je weet wat er gaat gebeuren nu, twitter dan mee op hashtag DTTAH. Here we go. Deze het, hoor. Topgril. Prima. En dan denk je, je gezicht. En je kijkt om je heen of iedereen oké is. En dit allemaal gebeurt in een soort van slow motion. Van enkele seconden. En het is gewoon bizar, heftig. Iets wat je nog nooit hebt meegemaakt.